in een eerder gesprek wat wij hadden, had je het over, als het gaat over dingen die ook anders en beter kunnen, is dat je ervaring had toen je 18 werd, dat er toen een stop was en dat dat niet helemaal op maat was. Nee. Hoe ging dat? Ik heb, toen ik 18 werd, heb ik een gesprek gehad dat, dat de jeugdhulpverlening zou gaan stoppen en dat de optie was om dat te verlengen. En ik vertelde je net ook al, ja, als je aan een jongen vraagt van 18, heb je nog jeugdzorg nodig? Is het logische antwoord, nee, heb ik niet meer nodig, ik kan het allemaal zelf. Op een gegeven moment wil je het ook zelf kunnen. Als ik nu terugkijk naar de periode die de afgelopen tijd is geweest, dus vanaf mijn 18e tot mijn 21ste, heb ik het redelijk gered. En heb ik dingen goed op de rit gekregen. Maar heb ik ook een hele zware periode gehad waarin er nog zeker wel ondersteuning nodig was. Maar die heb ik gewoon niet aangenomen, omdat ik eigenlijk ook een beetje... ja, hulpverleningsmoe was. Ik had ook geen zin meer met iemand die elke keer mee ging kijken en het weer een gesprek over of het wel goed gaat met de financiën. En daar ging het me niet om. Het ging me meer om dat iemand aan mij vroeg, hoe gaat het met je? En moet je dus niet wat rustiger aan gaan doen? En leuk dat je zo druk bent met je opleiding, maar heb je ook nog gedachten aan dat je een hobby moet hebben? En ik denk dat daarin de jeugdhulpverlening best wel wat voor mij had kunnen betekenen. Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk zit ik hier ook en komt het allemaal wel weer goed. Maar ik denk dat het wel helpend was geweest. En dat ik sommige dingen daardoor beter een plekje had kunnen geven in mijn leven. In plaats van nu moet ik keihard aan het werk om het nog een plekje te kunnen geven. En wat zou er dan anders kunnen? Nou ja, dat is mijn ideaalbeeld hoor. Maar ik zou graag willen dat die leeftijdsgrens 18 niet wordt gehanteerd. Want ik vind 18 een hele rare leeftijd om van iemand te verwachten dat hij alles al moet kunnen. Ja. Zeker een jongere. Die ook al een hele hoop heeft meegemaakt. En misschien wel heel erg beschadigd is. Ja, want van de een is dat misschien heel prima. Misschien kan het nog wel, zelfs misschien nog wel eerder, maar in sommige situaties ook niet. Precies. En onderzoek wijst ook gewoon uit dat jongeren niet op hun 18e op zichzelf gaan wonen. Dat heel veel jongeren pas vanaf 21 op zichzelf gaan wonen. Ja, waarom verwachten we dan van onze jeugdzorgjongeren, om het maar even toch een hokje te geven, dat ze wel op hun 18 op hunzelf wonen? En er zijn ook heel veel projecten en ondersteuning, maar ja, de regel is eigenlijk 18 en dan stopt het. Ja. En dan is het een soort van overlegmoment en dan gaan we bepalen of we verder gaan. Terwijl dat ik denk, je kan veel beter zeggen, het stopmoment is 22 of 21. Ja. En als het eerder kan, dan hebben we dan het gesprek dat het eerder kan. Dus je zegt, die grens is eigenlijk gewoon een beetje kunstmatig. Waar je gewoon weer, net zoals wat je daarnet zei, de situatie en de mens om wie het gaat als uitgangspunt moet nemen. Die moet de leiding zijn, ja. En de situatie, hoe die is. Ja, precies. Ja, ja. Ja, en er zijn al honderdduizenden systemen die ze hebben bedacht met een strippenkaartsysteem dat je nog 10 keer een afspraak mag maken. Maar dat willen jongeren niet meer. Ik denk ook dat de hulpverlening, ik vind het ook heel bijzonder hoe de hulpverlening is ingericht, hè. Hulpverlening die zegt van wij zijn in je leven voor even en daarna moet je het zelf kunnen. En dat is best wel een mooi uitgangspunt, want zo is het uiteindelijk ook. Ja. Maar de hulpverleners waar ik het meest aan heb gehad, heb ik vandaag nog steeds contact mee. En wat zeg je daar nou mee? Nou, hoe het met me gaat, of dat het niet gaat, hoe het op werk gaat. Gewoon contact, dat je elkaar nog spreekt en kent. Terwijl dat de regel eigenlijk is dat je elkaar nooit meer ziet en spreekt. Terwijl het juist gewoon, ook al is er misschien niet, zijn er misschien niet afspraken nodig, omdat je iets nodig hebt, nee. Maar gewoon het... Het contact met mensen. Weet je, mijn opvoeders, kijk, dat waren hun. En veel... Je zou kunnen zeggen dat het een soort familieachtige is. Nee, dat is meer een beetje gevoelig. Maar het zijn wel mijn opvoeders geweest. Ja. En zij zijn dus ook benieuwd naar hoe het met me gaat. En diegenen die mij opvoeden waren vanuit die professionele rol en dat gewoon deden, daar heb ik geen contact meer mee. Ja. En diegenen waarvan ik echt die verbinding had, die bellen mij of sturen mij nog een appje. Van, hey, hoe is het nu met jou? Mm. En waar ben je mee bezig? En hoe ziet het eruit? En gaan we binnenkort weer een bak koffie drinken?